wel mijn vingers een keer afgezaagd. Ja, vroeger, kijk. Dan kom je per jaar in Nederland echt op honderden miljoenen euro's die ongevallen kosten. Iemand moet door zijn werk geen ongelukken krijgen. Ja, dat willen we voorkomen. En daar is macho gedrag, wat met name natuurlijk in de bouwwereld een factor is, is iets, daar moet je wel degelijk rekening mee houden, dat een nadelig effect kan hebben. Ik ben in 1966 begonnen. Dus dat wordt dit jaar 46 jaar. Heel die evolutie heb ik meegemaakt. Van zeg maar in de korte broek werk of voor mijn part in de zwembroek en tot nu. Een man die met een lastrafootje een ladder beklom, die viel ook naar beneden, een meter of zes naar beneden op de beton. En die is de rest van zijn leven invalide. Die zal in een rolstoel zitten de rest van zijn leven. Je kunt op veiligheidsgebied eigenlijk drie hoofdpoten onderscheiden. Je kunt heel veel aan de techniek doen om de techniek zo veilig mogelijk te krijgen. Je kunt heel veel organisatorische maatregelen treffen om het veilig te krijgen. Maar de derde, eigenlijk belangrijkste factor, is het gedrag van de mens. Wat hier natuurlijk met name bij die brug bij Sluiskil op dit ogenblik een probleem is, is dat die brug gemiddeld 13 minuten per uur open is. De Sluiskiltunnel komt hier bij onder het kanaal van Gent naar Terneuzen zo'n 200 meter ten zuiden van de bestaande brug bij Sluiskil. Er zijn op bouwplaatsen waar ik geweest ben wel af en toe wel dingen gebeurd. We doen altijd veilig werken. We willen hier een veilige tunnel van maken tijdens de bouw in ieder geval en uiteraard voor de gebruiker ook. Het is gewoon een lijst van 29 hele belangrijke fundamentele veiligheidsregels die we toegepast willen hebben tijdens de bouw van de Sluiskiltunnel. Wat we zien is dat de veiligheid in andere sectoren vele malen beter is geregeld. Dat iedereen die je buiten ziet werken, maar ook in de voorbereiding, in de staf, die heeft een basisveiligheidsopleiding doorlopen, een VCA. Dat is wel een goed gevoel, dat je niet benauwd hoeft te zijn om bepaalde beslissingen te nemen. Leidinggevenden die moeten op een project zoals dit eigenlijk gewoon iedere dag buiten zijn om toezicht te houden. Maar het vermogen om redelijk snel te denken en redelijk snel een beslissing te nemen, dat heb ik dus wel, ja. Je hebt een helm op je hoofd staan, permanente veiligheidsbril gedragen worden. Veiligheidsschoenen zijn best wel stabiele schoenen. Dus als je hele dagen moet lopen, moet staan, dan ben je het beste aan een goede schoen. Nou, dat is een veiligheidsschoen, daar is niks mis mee. Zo'n ding is niet altijd even gemakkelijk. Zeker in de zomer niet. Als het 30 graden is, dan is een helm niet lekker. Wij voeren hoog in het vaandel dat belonen dus beter werkt als straffen. En we hebben dus ook een heel uitgebreid veiligheidsbeloningsstelsel opgezet. Je gaat op je gereedschapskist zitten, je roept je mensen even bij elkaar. Topic, wij willen direct goed en altijd veilig werken. Even 15 minuten tijd om met je mensen te praten over veiligheid. Dat heet toolbox meetings organiseren. We doen er alles aan om letselongevallen, zoals we dat noemen, te voorkomen. Dus iemand kan zwaar gewond raken, er kan een brand ontstaan, dat er een gaswolk over komt drijven, wat dan ook. Door de hele bouwplaats geëvacueerd moet worden, dat iedereen zo snel mogelijk van het terrein af moet. Dat zijn allemaal zaken die daar moet je op voorbereiden. En dat beschrijf je en organiseer je dus in een calamiteitenplan. Je kan dat toch moeilijk verkopen dat mensen op een moment hier naar huis moeten bellen of naar een echtgenote moeten bellen van joh, je man ligt in het ziekenhuis want die heeft even een ongevalletje gehad. Dat soort dingen, dat wil je voorkomen. Uiteindelijk, daar ben ik van overtuigd en die berekeningen zijn best wel eens moeilijk hoor, dat geef ik eerlijk toe. Maar als je goed rekent, dan levert veiligheid echt geld op. Wij denken dat als je veilig werkt,
als aannemer dat je ook meer gestructureerd werkt. En ik denk dat dat ook de efficiëntie te goede komt. Dus uiteindelijk ook kostentechnisch in je voordeel werkt. Met alles is het een stukje gewend om te zeggen, jongens, zet dat ding op je knacht.